Als je op vakantie wil gaan in een game, dan is er eigenlijk maar één optie die altijd goed is. En dat is natuurlijk Just Cause. Want in die series kom je altijd terecht op een parel van een eiland. Het is mooi, het is zonnig en er is altijd één probleem. Er is een dictator die de hele boel overhoop zit te gooien. En dan moet er natuurlijk het eiland moet er vanaf. En daarom spelen wij Rico Rodriguez. Leon nam de rol van Rico op zich. Hoe is het om in Just Cause 3 een eiland te bevrijden? Leuk. Oké. Het is echt het ding. Alles is gewoon ontzettend leuk, weet je. En ik vind het lastig, want op de E3 had ik de game gezien. En ik dacht van, ja oké, het is allemaal wel aardig. Maar het doet allemaal niet zoveel nieuws. En toen dacht ik... Ja, maar dat gevoel hebben volgens mij heel veel mensen. Ja. Iedereen heeft zoiets van, oké, Just Cause 2 lijkt heel erg veel... Of Just Cause 3 lijkt heel erg veel op Just Cause 2. Maar het boeit eigenlijk niemand. Iedereen heeft zoiets van, oké, geen vernieuwing. Maar dat is eigenlijk heb ik daar voor de verandering wel een keer vrede mee. En volgens mij zitten wij op één lijn ook daarmee, toch? Je probeert dan altijd een beetje de objectieve, de eerlijke gamejournalist te zijn. En uiteindelijk denk je van... Ja, soms ben je ook gewoon een oppervlakkige lul. Ja, zo zit ik ook gewoon een oppervlakkige lul. Het is allemaal weer super tof. Hè? Het is nog steeds hetzelfde. Het tropisch eiland. Er is een dictator. En jij vindt het allemaal niet leuk. Overigens, dit keer wel zijn geboorteplaats. Dus ze zeggen, jij wil het verhaal iets persoonlijker maken. Iets meer met de emotie. Tuurlijk, tuurlijk. En je zag hem zelf ook een beetje... Hij gelooft zelf ook niet helemaal. Maar en voor de rest is het een beetje gewoon heel veel klein dingetjes. Zo, in plaats van dat je twee objecten aan elkaar kan tetteren, kan je nu meerdere aan elkaar tetteren. Het is allemaal, weet je, het zorgt voor nog meer destructie en nog meer chaos. Want daar draait het gewoon nog steeds om, echt die destructie in de chaos. Ja, oké, maar ja, ik, ook met dat dingen aan elkaar tetteren en zo. Het is echt zoiets dat je denkt van, ja, dat is precies wat je wou. Weet je, hetzelfde, maar dan net iets meer, net iets heviger. Niet alleen dat je op een vliegtuig kan staan, maar dat je nou ook aan de onderkant van een helikopter kan hangen en met twee guns blazing mensen kapot kunt poffen. Nee, hebben ze dat echt zo gezegd. Dan zaten ze in die besprekings. Kamer. We doen wel drie dingen op ja en je kan nu onder de helikopter hangen. Ja, dat is goed, ik ga het wel uitwerken. Hey jongens, ik had een idee voor de setting. Wat nou? Wacht. Als we een tropisch eiland doen met een dictator? Out of the box, denk ik. Out of the box, denk ik. Nee, ja, het is eigenlijk helemaal goed. Je had het net nog over, het is wel iets uitgebreider en er is wordt iets meer gefocust op zijn missies, maar ja, in hoeverre wordt dat nou echt iets nieuws eigenlijk? Die zijmissies die zijn redelijk nieuw voor Just Cause, omdat ze wat nieuwe dingen doen. Weet je. Je hebt natuurlijk de wingsuit in deze game. Ja. Dat is hier best wel een grote verandering. Je kan super relaxed gaan gliden en ook het wingsuit... Maar wacht. Ik voel hem aankomen. Time trials in de wingsuit. Het is net precies alles wat je zou zeggen, dat ze weer 5 minuten over een vergaderkamer zingen zetten. Alles wat cliché is. Weet je. Dat is ook, vooral met wingsuit is het fijn, want een parachute gaat dit keer. Want die kan je ook uitstaan. Die gaat dit keer iets trager, dus je kan makkelijker vanuit de lucht vijand op de korrel nemen. Oké. En het zijn van dat soort kleine dingen die het dan toch weer heel erg vet maken. En je hebt dus de zijmissies, zoals ik zei. Het zijn allemaal hele voorspelbare dingen. Races zullen er vast ook wel in zitten. Ja, tuurlijk. Vliegraces. Ja, weet je wel. Inderdaad, dat soort dingen. Of vochten kapot maken, een bepaalde generaal kapot schieten. Het was letterlijk inderdaad gewoon binnen korte tijd zoveel mogelijk destructie aanrichten. Ja. Met multipliers. En dan denk je van, ja, 1000 andere games hebben het al gedaan. Maar het is gewoon vet, omdat je het in de squads weet je, met zoveel explosieve wapens. Weer dat je onbeperkte ammo hebt voor je RPG. Wat? Ja, en dan kom je in een of andere explosieve baas terecht. En dan moet je gewoon binnen 2 minuten zoveel mogelijk kapot brachten. Ja, kijk, ja, het is heel cliché en we kennen het. En het is niet heel origineel, maar we houden ervan. En soms zijn wij ook gewoon hele domme boeren die echt van zo'n B-film houden. En dan wil ik niet zeggen dat Just Cause 3 een B-game gaat worden. Maar het heeft wel die B-actie lekker. Gewoon tieten, gespierde man, lekker mannelijk zijn. Alles kapot knallen, helikopters die ontploffen. Dat is ook wel eens een keer fijn, toch? Ik vind het heerlijk. Jullie heeft ook niet altijd een soort van... Als je elke dag Inception kijkt, word je ook moe na een tijd. Nee, ja, precies. Wil je ook gewoon Expendables? Elke dag pretentieuze indies. Laat toch lekker zitten. Een keer lekker knallen. Tiet in je gezicht. Fijn joh. Biertje erbij. Simpel. Tiet in je gezicht en een biertje erbij. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, heerlijk. Ik zie geen probleem erin. Just Cause 3, ik heb er in ieder geval zin in. Jij ook. Ja, jammer dat er geen multiplayer in zit. Dat is eigenlijk het enige waar we een beetje niet over te spreken zijn. Voor de rest, als het allemaal hetzelfde doet, toppie. Ja, ik ben blij. Ik zet mijn zonnebril op. En we gaan weer naar de tropische... En we reizen terug naar het eiland van Medici. Heerlijk. Veni Vidi Vici. Oh, ik voel het al. De warmte. De warmte van de zon. En de explosies. Oh nee, wacht heel op. Het is hier gewoon fucking benauwd. Ja, oh ja, dat klopt. Ja, kut. Just Cause 3. Set the world on fire December 1st.